Ik sta hier met de best gebekte speler van de NAC-selectie, denk ik. Mounir Alilucci, maar vandaag heb je ook laten zien dat je aardig kan voetballen. Ja, klopt. Het was geen slechte wedstrijd. Het was wel pittig, omdat Gençler, Libigli of zoiets, die zijn best pittig. Zij spelen in de hoogste divisie van Turkije. Dan is het gewoon lastig zo'n wedstrijd. Maar goed, ik complimenten aan ons team. Laatste tweede helft toen wij begonnen, begon het wat lastig, omdat zij echt gingen pressen. Maar goed, uiteindelijk kunnen wij wel tevreden zijn. Ja, en je weet, Arjen Robben, die trekt altijd naar binnen en die is niet te stoppen, maar doet altijd hetzelfde. Maar volgens mij doe jij dat ook. Ja, klopt. De tweede had er ook in gemoed eigenlijk, maar toen wilde ik hem in de korte hoek schieten. Maar hij zat er goed in, ja, zeker. Ik kreeg wat ruimte aan de binnenkant. Ik had het niet verwacht, omdat hij begon een beetje, hij dwingde mij een beetje naar de buitenkant, opeens ging hij opzij. En toen tikte ik hem naar binnen en schoot ik hem in de verre hoek, ja. Als ik een beetje, ja, we kijken natuurlijk een beetje steeds hoe de opstelling wordt opgesteld. Je staat wel een beetje steeds aan het begin bij het sterkste elftal opgesteld. Had je dat verwacht, Eredivisie? Ja, verwachtingspatroon is natuurlijk, ik vind dat je als speler zijn, als je begint aan een voorbereiding, dat je nooit echt iets moet verwachten. Vooral na zo'n, in principe, succesvol jaar. Ik denk dat je, kijk, ik heb natuurlijk tweede helft van seizoen onder deze trainer echt heel veel gespeeld, als ik fit was. Maar ik ben natuurlijk ook op nul begonnen, zoals iedereen. Dus nee, verwachten had ik het niet, zeg maar. Je hebt natuurlijk wel gewoon hoop en echt het vuur, zeg maar, in je dat heel graag wil spelen. Dat is er altijd bij mij geweest. Maar verwachten, ja. Verwachten is echt een groot woord, ja. Ja, er is ook een tijdje geweest natuurlijk dat het vuur niet werd opgesteld door andere trainers. Dus ja, het is wel mooi om te zien dat je nu in één keer er staat en altijd op de wedstrijdformulier staat. Ja, klopt. Kijk, het is natuurlijk gewoon blijven hard werken. Dat ik er nu sta, dat betekent niet dat ik de eerste volgende wedstrijd gegarandeerd sta. Maar dat is bij niemand, bij alle 11 niet die vandaag begonnen. Je moet gewoon elke training goede best doen en elke wedstrijd gewoon presteren. En dan ga ik ervan uit dat je speelt natuurlijk, zeker. Ja, want dan met Bodie Brussels erover. Hoop jij ook op een Alilucci scenario? Verhuurd worden, terugkomen, eigenlijk niet helemaal zeker zijn van de selectie en één keer gewoon constant te staan. Ja, dat is toch wel een droom voor jou, hoop ik. Ja, nee, ik heb het toevallig met de jongens over gehad. Met Bodie en al die jongens die eventueel in aanmerking zouden komen. Ik heb natuurlijk gewoon een goede periode achter de rug bij Helmond Sport. En dat is, kijk, ook al speel je niet bij de beste club van Nederland. Tuurlijk, dat moet je gewoon accepteren. Maar die wedstrijd die je speelt, elke wedstrijd die je speelt, daar leer je van. Echt waar, ook al verlies je, krijgen we broek met 4-0, 5-0. Geloof me, dat zijn wedstrijden waar je van leert. En op een gegeven moment ga je ontwikkelen. En dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Spelen is zo belangrijk op die leeftijd. Op mijn leeftijd nog steeds, het is niet dat ik oud ben of zo, ik ben 22. Maar het is gewoon natuurlijk spelen, spelen, spelen. En dan pas ontwikkelen. Kijk, op trainingen. Kan je heel goed trainen en zo, maar dat is niet hetzelfde als wedstrijden spelen. En de positie naast Verschuren, dat is wel een beetje een nieuwe positie voor je. Hoe voelt dat? Ja, lekker. We hebben een goede klik. We hebben, sinds wij naast elkaar spelen, hebben we echt een goede klik samen. Elke wedstrijd hebben wij gewoon goed contact. Hij coacht goed, ik coach hem goed en wij voelen elkaar een beetje aan. En dan Manu die tussen loopt en ik ben tevreden met deze positie. Ja, dat is mijn visie in ieder geval, dat je meer een voetballer speler bent dan verdedigend. Is dat dan niet wennen dat je dan een beetje wat meer naar achter staat? Jawel, tuurlijk. Maar goed, dat moet je accepteren. En kijk, ik kom natuurlijk ook in moment, kijk, net zoals het doelpunt vandaag. Misschien één keer, twee keer rond de 16, dan moet je effectief zijn. En als hij dan erin gaat, ja, dan is het ideaal. En dan kan je hem dichtgooien op middenveld, zeg maar. En daar ben ik best goed in met Arno. Want wij hebben daar goede samenwerkingsverband, zeg maar. Wij kunnen goed samenwerken in dat opzicht, dus dat zit wel goed. Je hebt nu allemaal nieuwe jongens om je heen lopen op de training. Wat vind je ervan? Hebben we een kwaliteitsimpuls gehad, vind je? Ja, absoluut. Zeker. Die nieuwe jongens zijn allemaal... Allemaal een niveautje hoger. Ze zijn allemaal hele goede spelers. Allemaal voetballers. En daar hou ik wel van, zeg maar. Kijk, wij zijn niet de meest fysieke ploeg. Maar het is echt allemaal voetballers. En als dat gaat lopen, ja, dan kunnen wij echt goed voetballen. Dus we blijven niet alleen, maar we gaan misschien ook wel verrassen. Ik hoop het zeker. Daar gaan we zeker van uit. De doelstelling is duidelijk. Dus ik heb er in ieder geval echt wel zin in. Zeker. En zou voor jou de grootste verrassing zijn een fitte Alilucci 34 wedstrijden opgesteld in de Eredivisie? Ja, dat is een droom. Daar ga ik echt voor, zeker. En dan op plek 9 eindigen en zeggen dat het allemaal zo had goed moeten. Ja, zeker, 100%. Daar gaan we 100% voor, zeker. En succes. Dankjewel.